We hebben een project gestart waarbij we aandacht vragen voor Black Lives Matter. Mensen waren allemaal dingen aan het roepen en zo. En we dachten dat we er even over moesten praten, zodat kinderen ook weten wat er gaande is. Ik ben Sanna, ik ben 13 jaar oud en ik kom uit Overvecht. En ik ben Carla, ik ben 12 jaar oud en ik kom uit Overvecht. We willen eigenlijk ook aandacht vragen om kinderen om hun stem te laten horen. Kunnen praten over hun gevoelens, over racisme. En daarom zijn we eigenlijk begonnen. Racisme komt ook voor bij jonge kinderen. Ik heb het vooral meegemaakt in mijn omgeving waar ik vroeger woonde. En ik ben nu verhuisd en nu leid ik wel gewoon een beter leven. Toen we voor de klas gingen staan was niet iedereen zo serieus. Want ze waren van ja, ze zeggen maar wat. Maar daarna toen we op het jeugdjournaal kwamen en toen het groter werd, dacht iedereen wel van oh, we moeten er ook aandacht aan besteden. Dus bedachten we een project en daarbij deden we allemaal dingen om Black Lives Matter groter te maken. Daarbij hebben we posters gemaakt, we hebben t-shirts gemaakt, we hebben zelfs een kraampje bij het schoolplein gemaakt, omdat er nu heel veel gaande is met dat onderwerp. Bij mij gebeurt racisme niet zo vaak meer, maar dat komt denk ik ook omdat ik over ben gaan praten. Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen en ben ik afstand gaan houden van mensen die soort van heel onaardig waren tegen mij in die zin. In de klas werd er toen wel vaker over gepraat en werd er niet meer zoveel racistische dingen gezegd. En ook gelijk in de school, want juffen waren er meer serieus over. En eigenlijk iedereen. Mijn tip voor volwassenen is dat je je kind moet accepteren zoals hij is. Dat ze meer naar hun kinderen moeten luisteren en ook in actie moeten komen. Zodra ze horen dat er iets ernstigs is gebeurd. Ja. Ik vind dat kinderen ook verschil kunnen maken. Omdat kinderen heel vaak heel veel creativiteit hebben. En dat ze hele goede dingen kunnen bedenken. Als volwassenen praten, dan praten ze nooit echt over kinderen. Maar als kinderen over kinderen praten, dan voelen ze zich meer geaccepteerd. En doen ze er ook iets aan. We vinden het al een hele leuke actie. En we vinden het ook goed dat ze geld uitgeven voor het goede doel. En dat je kinderen de kans kan geven om ook iets te winnen.